Een presentatie wordt natuurlijk een heel stuk aantrekkelijker indien je gebruik maakt van bijvoorbeeld afbeelding. In dit geval wil ik de vlag van Sint-Niklaas en Gent ook toevoegen aan deze dia. Ik heb deze al opgeslagen op mijn computer, dus ik moet ze gewoon nog importeren. Ik ga daarvoor naar het tabblad invoegen en kies daarvoor afbeeldingen. Indien je nog geen afbeelding zou gevonden hebben, kan je ook gebruik maken van de zoekfunctie die ingebouwd zit in PowerPoint. Ik selecteer dus afbeeldingen en ga vervolgens op zoek naar de map met mijn afbeelding. Ik ben onmiddellijk op de juiste plaats en selecteer de vlaggen van respectievelijk Sint-Niklaas en ook Gent. Indien je beide afbeeldingen in één keer wil importeren, dan kan je dit doen met behulp van de Ctrl-toets. Terwijl je deze ingedrukt houdt, kan je een tweede afbeelding selecteren. Vervolgens druk je op invoegen en staan de twee afbeeldingen op de dia. Ik kan deze twee nu samen gaan verplaatsen, maar ik kan ook met behulp van het tabblad opmaak hulpmiddelen voor afbeeldingen, kan ik ze ook dezelfde grootte gaan geven. Ik wil bijvoorbeeld dat ze 4 cm hoog zijn allebei, dat kan ik hier in de groep grootte gaan instellen. Ik typ 4 in en druk enter en beide afbeeldingen worden aangepast. Vervolgens wil ik ze gaan schikken in de juiste kolom. Dit is de vlag van Sint-Niklaas. Ik versleep deze en ik zie onmiddellijk dat PowerPoint hulplijnen gaat aangeven om dit proper te gaan uitlijnen. Deze stippellijn die komt er automatisch op. Ik doe hetzelfde met de vlag van Gent en ik wil ze op dezelfde hoogte hebben. Merk op, PowerPoint helpt me onmiddellijk. Voilà, deze staan perfect. Hetzelfde doe ik dus met de situering. Daar voeg ik ook de twee afbeeldingen toe die ik hier wil gaan gebruiken. En positioneer deze perfect op de dia. Ik kan natuurlijk ook afbeeldingen gaan toevoegen die van internet komen. Bijvoorbeeld voor deze laatste dia heb ik nog geen geschikte afbeelding. Daarvoor ga ik naar Google en typ daar Sint-Niklaas. Ik ga vervolgens naar afbeeldingen en krijg daar allerlei mogelijke afbeeldingen. Belangrijk is wel dat je een geschikte en goed duidelijke afbeelding hebt. Daarvoor stel je hier best via zoekhulpmiddelen de grootte in op groot. De afbeeldingen die nu verschijnen zijn zeker groot genoeg om te gaan gebruiken. Deze derde afbeelding lijkt me heel erg bruikbaar. Ik selecteer deze, doe rechtermuisknop en kies vervolgens voor afbeelding kopiëren. Ik ga terug naar mijn presentatie en met behulp van Ctrl-V kan ik deze afbeelding plakken. En vervolgens kan ik deze ook in grootte gaan aanpassen en plaatsen op mijn dia.